In de ruim 2 jaar dat Anne Frank in het achterhuis zat ondergedoken, vanaf 6 juli 1942 tot en met 4 augustus 1944, begon haar natuur en haar verlangen naar vrijheid een steeds grotere rol te spelen. Vanuit het niets, geblindeerde zolderraam, kon Anne de lucht, de vogels en de kastanjeboom zien. In haar dagboek schrijft ze 3 keer over de boom. 18 april 1944. April is inderdaad schitterend, niet te warm en niet te koud, met zo nu en dan een regenbuitje. Onze kastanje is al tamelijk groen. Hier en daar zie je zelfs al kleine kaarsjes. De laatste keer schreef Anne op 13 mei 1944 over de boom. Onze kastanjeboom staat van onder tot boven in volle bloei. De Anne Frankboom bij de Anne Frank school. Niet zomaar een school, maar juist door haar naamgeving en betrokkenheid bij Anne Frank een heel bijzondere school. Met een eigen identiteit, zou je kunnen zeggen, uitgaande van respect, verdraagzaamheid. Dat blijkt ook uit de tevredenheidsscore van de ouders van jullie. Die aangeven dat ze eigenlijk vinden dat deze school het heel goed doet. Dat het bestuur en het docentenkorps en iedereen die meehelpt ervoor zorgt dat dit een veilige omgeving is. Waar je heel prettig onderwijs kunt genieten. Waar je heel prettig kunt leven. Waar je heel prettig je kunt ontplooien. Maar ook rekening kunt houden met elkaar. En dat is eigenlijk toch wel de essentie van datgene waar het in ons leven omdraait, dat je rekening houdt met elkaar, elkaar accepteert en respecteert. En dat symbool, dat is heel mooi dat we dat vandaag weer hier kunnen onthullen. Want met deze boom is het net als met alle mensen en alle kinderen. Je moet er zorg voor hebben, je moet er aandacht voor hebben, je moet er respect voor hebben. Dan krijgt hij de ruimte, dan kan die groeien, dan kan die groter worden. Kan die zijn eigen gang gaan. En zo is het ook met onze mensen en met jullie kinderen. Ik ben Nina Aantjes, ik ben directeur van de Anne Frank School hier in Papendrecht. En vandaag is een hele bijzondere dag, Ine. Want we zien een hele hoop kinderen, een hele hoop mensen, zelfs de burgemeester is erbij. Wat is er vandaag gebeurd? Vandaag is deze boom, die wij in 2009 als eenjarige stek kregen, die is opgekweekt in Udenhout en die is vandaag na 6 jaar teruggekomen. En daar wilden we toch wel heel veel aandacht aan beschenken, omdat het toch wel een hele bijzondere boom is. Wat is er zo bijzonder aan? Welke betekenis heeft deze boom specifiek in deze situatie? Nou, het is een stek van de Anne Frank, van de kastanjeboom die achter het van Anne Frankhuis in Amsterdam stond. Die is nu weg, hè, die is overleden, maar toen die ziek was, dan hebben ze stekken gemaakt en die hebben ze opgekweekt. En alle Anne Frank scholen in heel Nederland kregen toen werden in de gelegenheid gesteld om een stek te kopen en hem verder te vertroetelen. En als een boom, zodat al zijn nazaten hier in Nederland toch weer verder konden leven.